Ja, goedemorgen allemaal. We zitten hier in het Leyenburg ziekenhuis, waar ik voor een behandeling kom. En ik heb de professionele jongens meegenomen. Hele cameraploeg naast me. En ja, wat is er aan de hand? Ik ben hier al een tijdje onder behandeling voor mijn gebitklapper. En dat is irritant. En ik heb heel veel ontstekingen in mijn mond. Ik denk dat dat aan de candida ligt in mijn mond. En ja, dat geeft heel veel problemen. En dat klapperen van dat gebit is irritant. En ik moet mijn gebit altijd uitdoen. Omdat het gewoon, ja, als ik thuis ben is het altijd uit en ik ben meestal thuis. Dus ik gooi het altijd uit mijn mond, omdat het gewoon niet goed zit. Het heeft nog nooit goed gezeten en dat is gewoon een probleem. En ja, dan moeten we zo meteen hier een gezwelletje laten weghalen. Dat was zo groot, maar dat is alweer geslonken naar zo groot. En ja, als dat eruit is, krijg ik een ander gebit. Ook omdat ik zo afgevallen ben, krijg ik een ander gebit. Tenminste, dat heb ik van anderen gehoord. Ik weet dat niet zeker. En ja, ik hoop dat dat vandaag allemaal goed gaat. Maar ik hoop niet dat door die candida die in mijn mond zit, dat dat gewoon blijft rommelen. Want ik heb altijd ontsteking in mijn mond. En dat is gewoon een ramp. En ja, daardoor blijft dat gebit bewegen. En in Nederland, ja, voor candida kun je geholpen worden, moet je zelf betalen. Die jongen die dat behandelt is in het TROS-programma, keuringsprogramma geweest. En die hebben ze €10.000 boete gegeven, zag ik op internet. Omdat hij succesvol mensen met candida behandelt. Ja, dat is natuurlijk een ramp in Nederland dat dat niet goed behandeld wordt. Hij is de enige die het goed kan behandelen. En die geven ze €10.000 boete. Omdat hij concurreert met bepaalde bedrijven. Zo denk ik erover. Ja, dus ja, we gaan zo meteen naar die afdeling toe en dan wordt dat even weggehaald hier. Ik denk niet dat het, het is een klein, ja, het enige waar ik bang voor ben is dat ik allergisch ben voor de middelen die ze eventueel in gaan spuiten. Dat was bij de andere kaakchirurg was dat al zo. Daar was ik allergisch voor de middelen die ze in gingen spuiten. En dan weigerde ik de tweede keer, weigerde ik die middelen. Hij zegt, ja, dan wordt het onverdoofd trekken, meneer. Ik zeg, ja, dat is ook weer minder. Dus ja, het is, ja, ik ben de laatste vijf maanden ben ik ziek geweest van de hartmedicatie die ik kreeg. Van andere Westduinde ziekenhuis en ja, daardoor ben ik zo laat als hier. Dus ja, nu voel ik me goed en nu denk ik dat het moet gaan gebeuren. Dus ja, dat was het zo'n beetje. Dus we gaan naar die afdeling toe en het wordt eruit gehaald en dan gaat ik verwezen worden naar de tandarts weer en die moet het dan verder kijken. De kaakchirurg bepaalt wel wat voor gebit ik ga krijgen. Dus dat is een beslissing van de kaakchirurg. En ja, voor de rest, ja, ik hoop dat dat candida geen problemen geeft. Want als dat wel problemen geeft, dan blijf ik met een rammelen. U hoort het nu rammelen, hè? Nou, zo rammelt het dus de hele dag. En het is gewoon irritant. Er zijn ook mensen in de koffietent van Sjaki die erover klagen. En ja, ik wil er vanaf. Oké, dit was hem weer. Tot ziens allemaal. En bye bye.